Hey Wargamers, welkom weer bij Hobby Woensdag. De dag van de week om met je hobby bezig te zijn, op te starten, te delen met anderen. En ik je weer een tip ga geven. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over undercoaten. Primer, basecoaten, hoe je het zelf maar noemt. Iedereen noemt het anders. Maar eigenlijk wat ik wil laten zien is hoe ik met een spuitbeurs mijn modellen undercoat, zoals ik het maar noem. En dat zijn natuurlijk een aantal techniekjes voor, Meer tips die ik je ga geven in het volgende filmpje over hoe en wat. Voordat we dat gaan doen, wil ik jullie even bedanken voor het, in mijn ogen best wel succesvol aantal likes en subscribes dat we op ons kanaal krijgen. Daar zijn we heel dankbaar voor. Hebben het idee dat we nog ergens gaan doen en dat mensen ook echt naar ons kijken. De enige wens die we eigenlijk ervoor hebben is, we hopen dat jullie er wat aan hebben. Dus we gaan gewoon verder naar de video. Bedankt, like, subscribe, deel het met anderen en deel je hobby. En fijne week mensen. Goed, ik heb even een wit velletje voor jullie eronder gelegd dat iets schoner lijkt. Het hopelijk op het beeldmateriaal iets beter te zien is. We gaan deze Space Marine primen op de manier hoe het niet goed is. En dat is eigenlijk gewoon door je bus te pakken en meteen beginnen met spuiten. En wat veel mensen denken is dat ze moeten spuiten is dat je het helemaal goed bedekt moet hebben. Dus wat doen ze dan? Ze doen dit. Ik weet niet of het een beetje te zien is, maar wat ik heb gedaan is gewoon op een continu op één plek lopen sprayen. Ik zal straks even een foto posten aan het eind van de video hoe het eruit ziet. Ik heb gewoon heel dik gespoten, waardoor eigenlijk al het detail momenteel weg is gevallen van mijn model. Ik heb het wel helemaal bedekt, maar sommige dingen zijn zo dik dat waarschijnlijk de chest eagle, de bolter en het gezicht gewoon helemaal versmolt is met de rest van het model. Het is gewoon één grote blur. Het is wel leuk als je neuromarines wil maken, maar ik kan het niet aanraden. Het is meestal gewoon echt een waste van je modelletje. Dat is in ieder geval dus niet hoe het moet. Je moet gewoon zorgen dat je hem in beweging houdt. En dat gaan we zo eventjes laten zien op een nette modelletjes. Goed, ik ga al deze 5 Mara's van mij gaan undercoaten. Jullie hebben ze al eerder gezien in de filmpjes van de laatste tijd. Ik wil ze gewoon heel graag afmaken. Dus vandaar dat ik eigenlijk steeds ze gebruik in de video. Wat ik net ook niet heb gedaan, is het schudden van onze spuitbus. Op de Army Painter spuitbus staat bijvoorbeeld al Read Instructions Carefully. Ik raad het zeker even aan, al is het vrij simpel wat je moet doen. Om te beginnen is natuurlijk shake the can. Shake the can is gewoon goed schudden. Zorg dat je het balletje lekker hoort en dat je de verf die je misschien wat zwaarder op de bodem voelt, dat die wat losser gaat worden. Meestal wordt altijd even 1 minuutje of 2 minuutjes geadviseerd om te schudden. Meest ervaren mensen zullen wel weten dat je het eigenlijk al aardig op gevoel kan doen. Grapje wat wij nog veel maken met het schudden van de spuitbus voor de nieuwe mensen die beginnen en graag hulp willen. Is, je moet de spuitbus net zo lang schudden tot je het balletje niet meer hoort. Ja, je hoort het goed, tot je het balletje niet meer hoort. Dat balletje blijft natuurlijk altijd horen, dat is ook het idee. Maar het zorgt ervoor dat mensen heel rigoureus gaan schudden en dus eigenlijk het gewoon goed doen. Goed, dan gaan we deze Bad Sisters eens undercoaten. Zoals je ziet heb ik ze weer op een plankje gezet waar ik ze ook op ga schilderen. Gewoon weer het poster buddy, blue tag, hoe je het ook noemt. Het is gewoon eigenlijk overal verkrijgbaar. Zoals je ziet, ik heb een stukje plank overgelaten, zodat ik een handvat heb waar ik alles goed kan vastpakken. Dus ook mijn modellen kan draaien tijdens het undercoaten. Wat heel handig is, want naast de verf in beweging houden is de modellen in beweging houden ook wel handig. Je kan ook kleine statiefjes maken, natuurlijk gewoon voor één model. Maar dit is gewoon even voor batch painten, want ja, ik ben toch meer een army painter dan in plaats van alleen een single model painter. We gaan dus even beginnen. Ik heb hem al voor jullie geschud, dus dat saaie geluid hoef ik niet te horen. En gaan gewoon beginnen met het undercoaten. Zoals je gaat zien, ik ga een hele korte beurs gebruiken. En steeds het model blijven draaien tot ze eigenlijk helemaal goed zwart zijn. Wat gaat gebeuren is, ik ga ze nooit helemaal perfect zwart krijgen. Wat geen punt is, want ook bij Army Painter hebben ze dus ook verfjes die 100% matchen aan hun spuitbussen, wat ik wel heel fijn vind, is je zit nooit met een kleurverschil of zoekend naar een ander verfje wat er een beetje bij past voor undercoat. Soms maakt het niet uit als je een heavy washer overheen gooit, want dan bij gekleurde primes in ieder geval, want dan komt het eigenlijk al in alle gaatjes wel te zitten. Maar ik vind het toch wel fijn als ze goed zwart zijn. Laten we gewoon beginnen. Daar gaan we. En je ziet het stuiven eraf komen. En dat stuiven wordt gelukkig door het raam een beetje allemaal naar buiten gedaan. En niet naar mijn longen, wat natuurlijk wel heel fijn is voor de gezondheid. Jullie zien het, dat je echt alle kanten wel nodig hebt voor de modellen om een goede primerlaag op te krijgen. Zoals jullie zien, ik zie nog wel wat stukjes.
Nou, geef hier van deze kant. Deze engel heb ik natuurlijk niet helemaal goed gehad. Door de Mihawk vasthield. De basis ook eventjes onderlangs. Even goed. En je ziet het, korte burst en ik blijf in beweging. Door ook in beweging te blijven krijg ik dus geen verfophoping. Net zoals op het eerste testmodel ik heb gedaan. En ook een tip, mij maakt het nooit zoveel uit. Gebruik een handschoen, een latex handschoentje die je gewoon kan wegwerpen na gebruik. Het scheelt je vieze klauwen krijgen. Ik ben zo iemand die er niet zo heel veel om geeft. Dus laat het bij mij lekker zwart worden. Dit is in ieder geval mijn manier om te primen. Gewoon op een stokje, lekker draaien, korte burst en goed bezig zijn. Je hebt nu een mooi resultaat. Ik kan beginnen met de airbrush laagjes waar ik ze mee wil gaan bewerken. Ik hoop daar een video van te maken, maar die heb ik helaas niet in de winkel. Dus misschien dat ik het thuis doe. En anders dan helaas niet. Daar gaan we volgende week wat anders verzinnen. Dan rest ons nog één ding om te doen. Nu de modellen geundercoat zijn en lekker aan het drogen. Drogen duurt meestal bij de meeste primers een kwartier tot een half uur. Ligt ook natuurlijk aan hoe hard je hem hebt geundercoat. Een van de dingen die we nu rest te doen is dus het onderhoud van de spuitbus. En dat is eigenlijk vrij simpel. Op de kop houden en sprayen. Spray net zo lang eigenlijk tot je alleen maar gas ziet komen. En zoals je ziet komt er nu alleen maar gas uit. En geen zwarte verf meer. Wat je nu hebt gedaan is het nozzeltje van je spuitbus schoongespoten. Waardoor die nieuws niet kan verstoppen. Je kan hem altijd nog even afvegen met een papiertje of een nat doekje. En het voorkomt eigenlijk voor dat als je de volgende keer dat je primer pakt, je dit krijgt. Zoals je ziet, dit is een witte spuitbus geweest. Die is niet goed onderhouden met het schoonspuiten. En de volgende keer dat die gebruikt is hij dus heel erg verstopt geweest. Zijn ze heel hard mee gedrukken en is er overal en nergens verf gekomen. En dat wil je voorkomen door deze simpele techniek eigenlijk. Dat waren mijn tips voor undercoaten. Ik hoop dat jullie dat hebben gehad. Of misschien ken je het al. Niet iedereen is natuurlijk mee bekend. Maar het is altijd handig om te weten hoe je nou een spuitbus moet behandelen. En wat het eigenlijk allemaal voor je kan doen. En wat voor soorten spuitbussen er zijn. Voor ik de week afsluit met waar ik deze week mee bezig ben geweest, wil ik jullie graag even vragen om hier op de link hieronder te klikken van Wargames Souls & Strategy. Een heel gaaf wargaming tijdschrift wat elke maand uitkomt, wat voor een deel in Nederland wordt gemaakt. Hey Jasper. Hun hebben elk jaar een Great Wargaming Survey en die survey is eigenlijk een beetje kijken waar zijn wij wargamers eigenlijk allemaal mee bezig. Het kost een paar minuten van je tijd en je krijgt een hele leuke kortingscode voor hun maandblad om te gebruiken. Er zijn een paar prijzen mee te winnen, maar het is eigenlijk een beetje bijzaak als je een beetje kan inkijken van waar onze hobby eigenlijk allemaal op gericht is momenteel. Welke spellen zijn populair, welke spellen zijn niet populair en welk deel van de hobby vinden mensen heel erg leuk. Vul hem eventjes in. Dat was het in ieder geval voor deze week voor mij. Ik hoop dat jullie ook weer een fijne week hebben en tot volgende week.